Nou, ik vind gewoon, dat is wel zo'n beetje raar. Ik ben gewoon zelf eenzijdig verlamd. Dus mijn ziekte wordt erkend, maar Lyme wordt niet erkend. Dat vind ik gewoon zo'n beetje raar. En dat wil ik wel gewoon een beetje in steen bijleggen. Dat wordt ook erkend. Je wil heel graag dat deze ziekte erkend wordt, hè? De ziekte van Lyme. Jij bent iemand met de ziekte van Lyme. Kan je iets vertellen wat dat voor je inhoudt? Nou ja, bij iedereen is de ziekte van Lyme uiteindelijk weer anders. En dat maakt het ook eigenlijk zo complex, deze ziekte. Want het kan uiteindelijk meer dan 365 ziektes nabootsen. Misschien nog wel meer. Bij mij is het zo dat het eigenlijk overal in mijn lijf. Ik ben zelfs kaal geweest. Ik heb een half jaar met pruik gelopen. Ik heb weer in een rolstoel gezeten. Ik heb weer een half jaar op bed gelegen. En het is elke keer weer wat anders heeft het in petto. Het zit op je zenuwstelsel. Eigenlijk in principe is het vaak onzichtbaar ziek zijn. Want mensen zien vaak alleen maar de buitenkant. En denken dan, nou, wat is er dan met je aan de hand? Dus eigenlijk moet je er echt als een wrak bij lopen. Om eigenlijk aan mensen duidelijk te maken, ja, maar er is wel degelijk iets aan de hand. En het ergste vind ik nog, ik ben dan in staat om mijn stem te laten horen. Verona ook, die ook van het platform is. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet zijn. En uiteindelijk vechten wij voor iedereen. Want mensen hebben geen idee hoeveel kinderen en jongeren deze ziekte raakt. En jij bent hier ook bij betrokken. Kan je vertellen waarom? Ja, dat klopt. Mijn zus die is net als Lisa een chronisch Lyme-patiënt. En ze hebben elkaar voor een aantal jaar terug ontmoet bij de fysio de GVS. En zodoende zijn ze eigenlijk op het idee gekomen om een platform te beginnen. En dat is uitgemond in Lyme dat blijft plakken. En zodoende ben ik daar ook in gerold. En met name met deze petitie, dat vind ik zo ontzettend mooi initiatief. En ja, ik vind absoluut dat er ook voor deze ziekte wat aan gedaan moet worden. En dat maakt dat we met z'n allen ervoor gaan om zoveel mogelijk handtekeningen in te kunnen zamelen. Ja, want de grote persoon waar het eigenlijk om gaat is Aziz, die naar Den Haag gaat om zijn steun te betuigen voor al die mensen en die Lyme hebben en waarvoor geen erkenning is. Waarom ga jij op die fiets? Omdat ik wil gewoon aan mensen bewijzen. Nou, ik ben zelf linkzijdig verlamd, dus die artsen zei tegen mij dat ik bedafhankelijk word. En ik wil gewoon bewijzen ook, weet je, dat iedereen dat ziek is, die kan ook wel voor andere mensen iets doen. Ja. Het is niet alleen maar voor zichzelf te zorgen, je kan ook wel voor andere mensen doen. En daarom wil ik ook wel gewoon voor de Lyme-patiënten doen. Nou, ik denk echt dat als u op die fiets naar Den Haag gaat, dat tegen die tijd dat u daar bent, iedereen wel weet dat u eraan komt en dat de belangstelling er zeker zal zijn. Wat denkt u zelf? Nou, als dat is wel gewoon hun belang. Dus als ze daar zijn, als het niemand daar is, dan ga ik wel gewoon zitten totdat we gewoon allemaal komen daar. U wacht gewoon net zo lang totdat ze bij u komen. Nou, daar ben ik wel van overtuigd dat dat gaat lukken, hoor. Heel veel succes. Hartelijk dank. Ik ga wachten totdat allemaal gewoon daarin te komen. In de rij ook wel gewoon dat ze gaan zelf ondertekenen. Dank u wel.